Yo kijkers van Dylan zijn kanaal en welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik ben Guido van het kanaal Duffy Games. Linkje staat natuurlijk beneden onder in de beschrijving. En wanneer jullie dit zien, dan is het nog niet gebeurd. Maar natuurlijk vanavond de EK-finale tussen Duitsland en Wales. Voor de mensen die nou meteen weer beginnen te flippen. Grapje. Ik weet heus wel dat het Nederland-Spanje is. Oké, het is Frankrijk. Het is Frankrijk tegen... tegen Portugal. Oké. In ieder geval, vanavond is de wedstrijd. Mensen, ik ben benieuwd wat jullie denken dat de stand gaat worden vanavond. Ik denk en ik hoop dat Frankrijk wint. En dat zij zullen winnen met... ik denk misschien zelfs wel met een 2-1. Ik denk dat ze zullen winnen met een 2-1. Aangezien ik denk dat toch Cristiano Ronaldo op een of andere manier toch nog wel weer weet te scoren. Waarvan we allemaal zoiets hebben van, really bruh. Maar ik denk dat dat dus gaat gebeuren. Maar laat natuurlijk ook gerust jouw score achter hier beneden in de reacties. Bij deze, nee, je wint er niks mee. Maar misschien heeft iemand het wel goed, weet je. En natuurlijk, je hebt ook mensen die gaan natuurlijk na de wedstrijd reageren van... nou, ik denk, wanneer de uitslag bijvoorbeeld 1-0 was geweest voor Portugal. Dat mensen zeggen, nou, ik denk dat het 1-0 wordt, Duf. Of course. Of mensen hun reactie gaan bewerken. die zo meteen gewoon onder de video hun reactie plaatsen. En dan gewoon een dag later terugkomen. Dan zie je waar ik het goed had. En dan zie je gewoon reactie bewerkt. Dus mensen, we houden gewoon wel even lekker eerlijk. Laat gewoon lekker je reactie achter en misschien weet jij het wel. Ik zeg dus 2-1 voor Frankrijk. En ik denk dus dat Ronaldo voor Portugal eventjes die ene doelpunt maakt. Misschien dat zelfs Portugal wel door ook wel misschien eerst met 1-0 voorkomt. Alleen dat Frankrijk dan gewoon, weet je wat, ze hebben van fuck off bitches. En dat ze dan elkaar terugkomen, hoewel Frankrijk 1-0 achterstand komen. Ik weet het niet. In ieder geval, mijn score is dus 2-1. Laat gerust jouw score achter in de reacties. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat wij vandaag voor score hier kunnen halen in de voetbalmatch. Misschien wordt het hier ook wel 2-1. Zometeen. En daarna winnen wij nog met veel meer. Maar vooralsnog staat het 2-0 voor ons. Slecht uitverdedigd Duf. We hebben trouwens niet eens een keeper, bedenk ik me nu. Wauw. We hebben geen keeper. Really? Oké, dan. Hopelijk hebben we niet weer iemand op het verkeerde doel staan. Kom op en kabam! Dat was een lekker balletje. En dat is inmiddels 3-0. Hoppatee. Je merkt toch wel dat hoe meer je dit spel speelt, hoe meer je ook wel een beetje begint te begrijpen hoe je het moet spelen. Dat je niet per se altijd achter die bal hoeft aan te rennen of op de frontlinie moet staan. Nee. Dus nu ook weer die bal die komt vanzelf naar je toe, man. Oh, keepertje, keepertje. Ik stond echt even zo te kijken van, wat ben je nou aan het doen? Maar waarom kijk je naar beneden in godsnaam? Ik bedoel, nou ja, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten, daar niet van, maar... Ik adviseer je toch niet om naar beneden te kijken. Maar dat ben ik. Oké. Dat is ook wacht. Boom. En... dat is de 4-0. Nice. Het is toch... weet je, ze wouden hem nog uitverdedigen. En dan zie je ze net gewoon die goal even intikken. Zo tikkie. En het is gewoon over en uit voor ze. Het staat inmiddels 4-0. Terwijl wij net wel natuurlijk met 3 man speelden tegen 5. Toen hebben we natuurlijk 1 van hun gekregen. En die man moet heel blij zijn dat hij bij ons in het team is gekomen. Holy shit, dat lopje was echt nog gewoon nice. En voor de mensen zich afvragen, Duf, hoe doe je dat? I don't know. Gewoon doen? Keeper! Bruh! Niet? Oké, dan doe ik het wel, ja? Fucking hell zeg. Ga nou maar gewoon leave, weet je. Als je toch niks doet, leave dan gewoon de game. Dan heb je echt helemaal niks aan. Waar zijn überhaupt mensen? Hier en daar, oké. Goed, we hebben nog 40 seconden hebben zij nog om 4 doelpunten te maken. Nou, ik kan je bij deze melden. Ain't got no time for that. Want dat is inmiddels de 0-5 hoppatee. Waarvan ik 4 heb weten te scoren. Mijn dikke hattrick is al lang binnen. Ah, dit is Gucci. Pas die bal maar. Nice. Kabam! Oh. Wat doe jij nou? Kabam! Gaat die erin? Nee. Oké, nu dan. In de rebound. In de driedubbele rebound missen we hem natuurlijk. Nou, als keepertje is het toch AFK. Zou ik hun een doelpunt gunnen? Oh nee, ons keepertje be like, nee hoor. Doen we niet Duf. Oké, sorry. Dit is een duidelijke overwinning van 5-0 voor team Le Duffy tegen team Messi, I guess. Ja. Ik ben ook man of the match met de 4 goals. You're like poop, guys. Oké, dan bedoelt hij het of tegen ons, dat wij gewoon slecht zijn. Hoewel, lijkt me sterk, want wij hebben hem vies hard gerekt. Of hij heeft over zijn eigen team. Weet je wel, van mijn eigen team, het is gewoon zo ontiegelijk slecht. Dit kan absoluut niet. Wat ik op zich begrijp, want het team was inderdaad wel heel erg slecht wat dat betreft. We hebben een nieuwe game, nieuwe kansen, nieuwe teams. Hopelijk niet al te moeilijk, maar ook niet al te makkelijk terwijl we hier een Cosmo skin hebben. Bruh, of niet? Oh nee, dat leek zo. Hij heeft gewoon groen haar op zijn skin. Oké, sorry. Ik dacht eventjes, we hebben hier een Cosmo skin. En kabam.
Nee, kom op. Damn it. We hebben allebei 5 man? Ja, we hebben allebei 5 man. Oké. Okay. We ook een soort van dezelfde naam hebben bij 2 mensen. Oh, wat een goal van W13. The man of the match. Nou, dat word ik misschien. Dat weet ik nog niet. Zo. Wat is dit voor zwieberbal? What the fuck, yo? Ha. Oh, shit. Oh, shit. Als hun keepertje niet stil stond, of in ieder geval die man die daar stil stond, hadden zij gewoon bijna doelpunt kunnen maken. Maar ze letten niet op. Kom maar, heb ik wel. Bam. Wat? Oh, man. Oh, man. Nee. Oh, man. Really? Really, brah? Really? Kom op. Oké, okay, dat is meteen een goed makertje. Nice. En meteen de 1-2 erin getikt. Hoppatee. Terwijl zijn wel weer mensen gekikt. Ja, zijn twee mensen gekikt voor AFK. Oké. Okay. Nou ja, goed, als allebei iemand wordt gekikt of allebei iemand lief, vind ik het niet erg. Weet je, zolang de teams dan eerlijk zijn, is het maar Gucci. Zolang er minimaal maar 3 man in het team overblijft, vind ik het vaak wel Gucci. Laat maar keepertje heeft... Oh, what the fuck? Oké. Okay. Serious business right now. Die kerel is best goed. Dat mag best gezegd worden. Poeh. Uit de kruising weten te halen. Die man is echt legit gewoon goed. Die man is legit gewoon goed. Damn it. Oké, okay, we moeten hier wel even iets aan gaan doen. Dat we gewoon weten te scoren. Want dit kan echt niet zo. Komt voor die bal. Voor die bal. Oké. Okay, en nog een keer voor die bal. Niet helemaal goed voorgelegd. Maar beter dit krijgen we op dit moment niet weg hier. En nu wordt het moment van Duffy. Damn it. Yes. 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 Ik dacht die heeft hij wel. Maar nee, hij heeft hem niet. Hoppatee. Nice. Oké. Okay, en weg die bal. Ik zei weg die bal. Weg die bal. Ondanks dat hun nu met een man minder spelen, ze blijven doorgaan. Ze blijven maar doorgaan. Holy shit. Oké, okay. Ja, dit is open doel. Open doel, open doel. Hoppatee. Ja, dat was niet slim van ze. Niemand stond bij hun op doel. Ze liep achter de feiten aan en dan kan je gewoon een doelpuntje ervan maken. En dat doen zij op zich niet per se bij ons nu, maar ze schieten gewoon lekker over iedereen die bal heen en wij liggen achter. En de man die is iets, weet je wat, schiet de bal gewoon lekker in de hoek. Kom hier met die bal. Ja, oké. Okay, ren jij daar maar naartoe. Doe maar. En schiet. Wat een schot. Stond daar nou maar iemand, hè? Stond daar nou maar iemand. Dan hadden we er wat aan gehad, maar... Oké. Okay, oké. Okay, oké. Okay. En kabam! Dat is het mooie aan als de bal precies daar komt en je ziet hun zeg maar rennen voor het doel. Dan moet je altijd precies die andere hoek op schieten. Want ze denken altijd van, oh, je gaat in die hoek schieten. Schiet je expres natuurlijk die andere kant op. En het is altijd gewoon raak dan bijna. Of bijna altijd is dan gewoon raak. Keep it like, nope, mijn bal. En dat resulteert in een goal. Ha! Ik moet zeggen, vandaar is het niveau qua spelers op Hypixel waar ik tegen moet niet extreem hoog. Zoals je wellicht wederom ziet. Ik bedoel, binnen een paar seconden wordt er wederom een doelpunt gemaakt. Niet dat het heel erg is, want je wil natuurlijk altijd maar winnen. Maar het is makkelijk vandaag. Dit rolt er ook weer letterlijk in. Rolt er lekker in, moet ik zeggen. Niet letterlijk, rolt er lekker in. Ja... Wat moet je ervan zeggen? Ze spelen tenminste nog. En ze beginnen te ragen op elkaar. Zo van, noobs! Moet ik zeggen, hij is wel de beste speler. Die het woord noobs, hij is wel de beste speler van hun team. Dus ik vind ook wel dat hij dat mag zeggen, wat dat betreft. Maar het is vervelend voor je. Zeker als je één iemand hebt die wel goed zijn best wil doen. En je hebt dan die andere mensen die dat totaal niet doen. Ai, nice man. 30 seconden. Kunnen wij in 30 seconden nog een doelpuntje erbij bouwen? Waar is die bal? Wat? Ik zit echt te wachten tot die bal over me heen komt. En die bal kwam gewoon niet. Wat? Oké. Iets te strak voorgelegd, bruh. Iets te strak voorgelegd. Schiet op doel? Nee. Misschien... Oh, damn it. Ik stond iets te ver voor. Gaat hij dan nog op doel schieten? We krijgen nou 30 seconden op de klok. We krijgen nog 30 seconden op de klok, mensen. En dit was een verkeerde uittrap van mij. Heel erg slecht, moet ik toegeven. Kom op. En boom. Gewoon om nog eventjes die laatste dreun te geven. Toch nog even een doelpuntje tegenaan te trappen. En de game is over. Ik ga niet eens meer achteraan. Kabam. We hebben gewonnen. Wederom man of the match. 7 doelpunten. En weer een heerlijk voetbalverstijn wat wij vandaag hebben weten neer te zetten. Mensen, ik bedank jullie natuurlijk enorm voor het kijken naar deze aflevering van Hypixel Voetbal. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat natuurlijk ook gerust in de rechts achter. Abonneer ook op mijn kanaal, link staat natuurlijk beneden in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.